Wat je boven me ziet is een 20-pound note die in Engeland verscheen. Een bankbiljet wat in Engeland verscheen in 2006. En daarop is afgebeeld niet Hare Majesteit de Koningin, maar Adam Smith. We zien hier Adam Smith staan op dit Engelse bankbiljet. En dan kan je zien hoe trots die Engelsen zijn op hun beroemde Schotse Great Britain genoot. En je ziet daar ook iets heel ingewikkelds. En straks laat ik je plaatjes zien van de speldenfabriek. En dan zal je zien dat wat daar wordt afgebeeld, dat zijn gravures, maar een beetje door een mooie, slimme ontwerper, mooi verwerkt. Gravures van zo'n speldenfabriek. En je ziet ook een citaat van Adam Smith daar. The division of labor in pin manufacturing. Op een Brits papiertje van 20 pond staat dus de tekst. The division of labor in pin manufacturing. Precies het onderwerp, de speldenfabriek, waar jullie een tekst over hebben gelezen. Jullie begrijpen dit bankbiljet wat je in Londen kan uitgeven nu beter dan een heleboel Engelsen. Dit plaatje wilde ik het college mee beginnen, want dan snap je pas hoe ongelooflijk belangrijk Adam Smith wordt gevonden. Niet alleen maar in de wetenschap, maar ook buiten de wetenschap. Hij geldt in Engeland als een van hun hele grote 18e eeuwse denkers. De betekenis van Smith voor de vroege sociologie is eigenlijk vooral... Oh ja, dit is ook weer vervelend. De betekenis van Adam Smith voor de moderne sociale wetenschap. Kijk, ik zei afgelopen, wanneer hebben we elkaar gezien, maandag? Afgelopen maandag zei ik, sociologie begint eigenlijk op het moment dat mensen zich beginnen af te vragen, wat is er in vredesnaam aan het veranderen in de samenleving? De grote industriële revolutie, een verandering van de productiewijze, de manier waarop de fabrieken in elkaar zitten, met enorme consequenties. De samenleving wordt rijker, dat constateert iedereen ook. De avenues worden breder, ineens staan er chique operagebouwen. De koning kan zich met veel meer pracht en praal tonen. Wat is er aan de hand dat ons land ineens zo aan het verrijken is? De steden worden groter, dat zei ik ook maandag. Die enorme uitbreiding van de stad buiten de stadswallen die eeuwenlang de grenzen van de stad aangaven. Er komt een hele nieuwe maatschappelijke laag op, de arbeidersklasse, wat Marx later noemt dat proletariaat, mensen die in de fabrieken werken. En de eerste mensen die zich beginnen af te vragen, wat is er in vredesnaam in onze samenleving aan de hand? Hoe kunnen we deze transformatie beschrijven, interpreteren en daar een verklaring voor bieden. De allereerste mensen die daarover piekerden, over die grote maatschappelijke omslag, je zou kunnen zeggen, dat is het begin, ik zal niet zeggen van de sociologie, maar toch wel van de moderne sociale wetenschap. In die verbazing over die grote, onverklaarde maatschappelijke verandering en het streven daar oplossingen voor te vinden. En misschien ook de problemen die het oplevert, zoals de grote armoede onder die fabrieksarbeiders, om voor die problemen oplossingen te zoeken. Dat streven karakteriseert die groep van intellectuelen, filosofen, soms zijn het ook notarissen, artsen die daar allemaal over piekeren. Wat is er nou toch aan de hand? Hier wortelt de moderne sociale wetenschap. Hier zie je de eerste economische, politicologische, sociologische denkbeelden opkomen. En als je het zo definieert, dan kun je zeggen, die Adam Smith met zijn verhaal over de speldenfabriek is een typisch voorbeeld van die hele vroege maatschappijwetenschap. Daar begint men na te denken over de transformaties die zich voltrekken in West-Europa op economisch, politiek, sociaal, cultureel gebied. En daarbij introduceert Smith dat begrip division of labor. Wat je ook ziet bij Smith, en daar kom ik direct in het college uitgebreid op terug, is een typisch sociologische stijl van denken die zegt, wat er gebeurt op het niveau van de collectiviteit, van de groep, is niet altijd op een vanzelfsprekende manier te herleiden tot de intenties, de bedoelingen, de handelingen van de daarbij betrokken enkelingen. En dat is een heel erg sociologische gedachte. Je hebt de handelingen van individuele mensen, die verweven en vertakken zich tot grotere sociale figuraties. En die grotere sociale arrangementen, die collectievere arrangementen, bezitten een eigen regelmatigheid die niet geheel te herleiden is tot de handelingen van de erbij betrokken individuen. Er is een soort breuklijn tussen wat individuele mensen doen en de consequenties daarvan op het sociale vlak. Een verschijnsel dat Adam Smith heeft aangeduid met het woord the invisible hand. Het lijkt wel alsof er een onzichtbare hand is
al die egoïstische handelingen van al die individuele mensen zo samenvoegt dat ze op collectief niveau tot bepaalde en volgens Smith vrij gunstige uitkomsten leiden. De intenties van de betrokken individuele mensen, de handelingen van de individuele mensen, verweven zich tot een sociaal patroon met een eigen dynamiek die dus ook eigenlijk een eigen aparte sociale wetenschap vergt. Als je die gedachtegang op ziet duiken in de filosofische, de moraalfilosofische literatuur, dan kan je zeggen, hé, nu zien wij het ontstaan van die typische stijl van redeneren die karakteristiek is voor de moderne sociale wetenschap. En die stijl van redeneren treffen we aan in het werk van Smith. En ook het begrip division of labor, arbeidsdeling, treffen we aan in het werk van Smith als karakterisering van de moderne industriële stijl van je productie opzetten. Maar hij had het voor een deel niet zelf bedacht. Hij had het ontleend aan iemand anders. En dat, je ziet wie dat was. Dat staat al boven de PowerPoint. Een zekere meneer Mondeville. Die leefde 50 jaar eerder. En die heeft een aantal dingen geschreven waar Smith enorm van geprofiteerd heeft. Waar hij telkens naar verwijst. Smith is niet iemand die kinderachtig is in het aangeven van wie al voor hem bepaalde ideeën naar voren heeft gebracht. En hij schrijft ook, het begrip division of labor, dat ontleen ik aan de grote Mondeville. En vandaar mijn gedachte dat als je de sociologie laat beginnen, kan je zeggen, begin bij Smith, daar is veel voor te zeggen. Maar het is misschien nog leuker om te zeggen, nou, eigenlijk de eerste aanzetten werden gegeven door de man die zo'n belangrijke inspiratiebron voor Smith was, namelijk Bernard de Mondeville. En waarom doe ik dat? Onder andere omdat ik het zo leuk vind, want Mondeville is een Nederlander. Dat weten heel weinig mensen, die denken dat het een beroemde Britse schrijver is. Het klinkt Frans, hè? Bernard de Mondeville, maar het is Bernard de Mondeville. En het is een beroemde Engelse schrijver die in de Engelse taal een aantal boeken heeft geschreven die enorm opgang maakten in de 18e eeuw en die ook Smith heeft bestudeerd. En het beroemdste boek van Mondeville was The Fable of the Bees, de fabel van de bijen. En in dat boek zet hij al zijn sociologische denkbeelden uiteen, denkbeelden waar Smith zijn voordeel mee heeft gedaan. Wie was dan deze Mondeville? Nou, ik zal niet veel over hem vertellen, maar ik zal jullie wel wat links en verwijzingen geven, waardoor je er meer over te weten kan komen. Bernard Mondeville is dus een Nederlandse filosoof, maar hij heeft wel praktisch alles. Hij heeft ook dingen in het Nederlands geschreven. Hij heeft ook dichtbundeltjes in het Nederlands. Hij heeft zelfs pornografische teksten geschreven in de Nederlandse taal. Maar reeds op zijn 29e is hij naar, op zijn 29e is hij naar Engeland verhuisd, want hij was verliefd geworden op een Engelse dame. En daarmee is hij ook getrouwd in Londen. En daarna is hij alles in het Engels gaan schrijven. Maar hij heeft dus in Leiden gestudeerd, filosofie. Hij is afgestudeerd in de filosofie. En daarna is hij een nieuwe studie gaan opnemen, namelijk de artsenij. Net als zijn vader en zijn grootvader. En toen is hij dus gewoon huisarts geworden. Maar wel een bijzondere huisarts met een filosofische scholing. En dat merk je dus in de boeken die hij publiceert wanneer hij een artsenpraktijk in Londen heeft. En in zijn vrije tijd allerlei interessante pamfletten en manifesten schrijft. Waarvan er twee hier de aandacht vragen. Namelijk in 1705 The Grumbling Hive. Niet iedereen in de zaal zal meteen die woorden begrijpen. Een hive is een bijenkorf. Een korf eigenlijk, maar in zijn geval een bijenkorf. En to grumble betekent mopperen. Dus het gedicht The Grumbling Hive gaat over een bijenkorf met bijen die mopperen. De mopperende bijenkorf. Zo zou je het kunnen vertalen. Of staat er dan onder zo'n typische 18e eeuwse titel, die heeft dan vaak twee titels met of ertussen. Knaves turned honest. Boeven tot inkeer gekomen. Schurken die eerlijk worden. Dat was een gedicht, dat heeft hij gepubliceerd in 1705. Dat heeft enorm veel opzien gebaard. Daar is een hele discussie over ontstaan. En in 1714 en op volgende jaren kwam hij steeds met nieuwe edities van een soort commentarierend boek, waarin hij ging uitleggen wat hij eigenlijk met dat gedicht bedoeld had. Welke maatschappijvisie hij op een symbolische, metaforische wijze had geprobeerd uit te drukken in dat gedicht, wat scheen te gaan over een bijenkorf, maar wat natuurlijk in werkelijkheid ging over de mensenmaatschappij. Dus eerst dat gedicht, dan een enorme discussie, en dan denkt Mondeville, ze begrijpen niet wat ik met dat gedicht heb willen zeggen, en dan gaat hij
argumentatieve, essayistische teksten schrijven, die een beetje beginnen als, ik moet mijn gedicht uitleggen, want jullie hebben het niet begrepen, maar vervolgens wordt dat een soort eigenstandig sociaal-economisch betoog. En dat is wat Adam Smith las en waar hij zo van onder de indruk raakte. Ik ga dus vandaag eerst een paar dingetjes vertellen over Mandeville, wat zijn stellingen waren, waarom die zo opzien waren, waarom mensen zo boos op hem waren en waarom het voor ons sociologen nog altijd een interessante stijl van redeneren is. En dan ga ik over op de man waar het eigenlijk om gaat vandaag, Adam Smith en zijn Wealth of Nations, gepubliceerd in 1776. Nou, Bernard de Mandeville, over de auteur. In Nederland een totaal onbekende grootheid. Een heleboel mensen in deze zaal zullen zeggen, Mandeville, en er nooit van gehoord. Erasmus, ja, en Hugo de Groot. Maar Mandeville, en dat komt omdat Mandeville zijn werk in het Engels is verschenen en ook bijna niet in het Nederlands is vertaald. In de 19e eeuw, 20e eeuw, je kon praktisch niks in het Nederlands vinden van Mandeville. Maar zoals je aan deze PowerPoint ziet, daar is enorm verandering in gekomen. Want vanaf 2006 wordt het complete oeuvre van Bernard de Mandeville voor het eerst helemaal in de Nederlandse taal, dus terugvertaald vanuit het Engels naar het Nederlands, gepubliceerd door uitgeverij Lemnis Kaats, die daar enorm veel eer voor verdient. Want ik denk niet dat ze die mooie gebonden boeken in enorm hoge aantallen verkopen. Ik koop ze wel, ik vind het prachtig. Ze zijn alweer verder. In deze PowerPoint zie je deel 1 verscheen in 2006 en deel 2 in 2007. En deel 3, als je één van die vijf delen wil kopen, dan moet je deel 3 kopen, want dat gaat echt over de fabel van de bijen. Dat zou je op je verlanglijstje voor Sinterklaas kunnen zetten. Maar intussen is ook deel 4 verschenen in 2010. En deel 5 kan elk moment in de boekwinkel liggen. Die boeken die zien er zo uit. Grote voordeel van PowerPoint. Je hoeft niet een loodzware tas mee te nemen en die boeken omhoog te halen. Zo zien ze eruit. Kloeken in linnen ingebonden werken. En de vierde heb ik op een aparte PowerPoint gezet. En hier heb je wat websites waarin je veel meer over Mandeville kan vinden. The Fable of the Beast, de tekst. Nou ja, we hebben hem ook geüpload onder de documenten, maar die staat ook hier onder de laatste link. Nou, hier moeten we het over hebben. Dit is het gedicht. The Grumbling Hive or Knaves Turned Honest. Wat doet Mandeville nou in dat gedicht? Een gedicht dat een fabel is, een parabel, een metaforische beschrijving van hoe het in mensensamenlevingen gaat. Maar hij zegt er nogal wat, opzienbaar. Kijk, hij woonde in Londen begin 18e eeuw en daar was censuur. Dus je moest ook een beetje oppassen wat je schreef. Als je ging schrijven, de koning is een boef en de ministers zijn oplichters en de advocaten in deze stad, die gaat het er meer om geld te verdienen dan om mensen te verdedigen, dan liep je kans dat je opgepakt werd en in de gevangenis kwam. Dat mocht niet. Dus wat deden mensen in die tijd? Maatschappijkritiek, satire werd vermomd in de vorm van pamfletten die een beetje fabelachtig geschreven waren. Dan gaat het over meneer de Uil en de Vos, maar je weet wel wat ze werkelijk bedoelen. Nou, zo'n gedicht is dit ook. Het begin van het gedicht is heel conventioneel. We kennen allemaal die vergelijking van kijk naar de mieren, kijk naar de bijen. Ze zijn zo goed georganiseerd, ze hebben het zo mooi voor elkaar. Die hele structuur die werkt fantastisch. Elke onderdeel, iedereen weet precies wat zijn taak is. Zo begint dat gedicht. Een mooie beschrijving. Die bijen die leefden samen in goede harmonie en iedereen wist wat zijn taak was. En deze bijenkorf, waar hij een gedicht over schrijft, die bijen die waren, zegt hij, enorm voorspoedig. Er heerste welvaart, de bijen waren dik en vet. En andere bijenkorven waren nogal bang voor ze, want ook militair domineerden ze het hele bos. De lezer heeft het intussen al lang door. Dit gaat over Engeland. Het gaat ons naar den vleze. Andere volken vrezen ons. Britannia rules the waves. Alles is goed georganiseerd in ons land. De lezer met een klein glimlachje om de lippen leest met plezier hoe goed Engeland ervoor staat. Maar dan al snel neemt het gedicht een andere wending. En dan zegt de auteur, maar er is wel heel veel slechtheid. En dan komt er zo'n hele satirische opsomming van alles waarin mensen boefachtig en gemeen en stout zijn. He, dat zijn die neefs, die boeven, die schurken. En die schurken, zegt hij, dat zijn niet alleen maar de inbrekers en de dieven. Nee, ook bij de keurige mensen vind je allerlei vormen van vice. Vice, zondigheid, slechtigheid. En met
wellust gaat hij dat allemaal beschrijven. Hij heeft het inderdaad, wat ik net al aankondigde, over ministers die met hun vingers in de schatkist zitten en er lekker op losleven van de belastingcenten van de gewone mensen. Hij heeft het over advocaten die hun verhoren eindeloos uitstellen, zodat ze meer geld verdienen. Hij heeft het over militairen die helemaal niet naar het front gaan om te vechten, maar wel allerlei geld opstrijken. En hij heeft het ook, deze huisarts, over artsen die allemaal dure medicijnen uitschrijven zonder dat ze ooit iemand genezen. En dat laatste is natuurlijk wel heel erg waar in het jaar 1705. Ik denk bij mezelf ook wel eens, je zal toch maar arts zijn geweest in 1705. Ze konden echt nog helemaal niks in die tijd. Ze konden een paar bloedzuigers op je arm zetten als je de griep had. En dan was het wel een beetje voorbij. Maar niettemin komt dokter Mandeville bij je thuis en die zegt, nou ja, interessant, ik geloof dat u een verhoging heeft. U moet dat in dat drankje drinken. Maar eigenlijk is het allemaal oplichterij. Dat schrijft hij dus in zijn eigen gedicht. In zijn gedicht beschrijft hij hoe die artsen de mensen bedotten. Een arts die zichzelf erg goed kent. Nou, zo gaat die hele tijd door. En dan krijg je dus het beeld van die bijenkorf die floreert. Het gaat goed met die bijen. Maar eigenlijk is het, als je in de haarvaten kijkt, microniveau, dan zie je één en al oplichterij, schurkachtigheid, boevigheid en gemeenheid en valsheid. Mensen bedriegen elkaar waar ze maar even kunnen. Dat is het beeld. En dan zegt hij iets interessants. Dan zegt hij dat het zo goed ging met die bijenkorf was niet ondanks al die slechtigheden. Het was juist dankzij al die slechtigheden. Doordat iedereen zo slecht en gemeen probeerde zijn eigen voordeel te behalen, werkte dat op het collectieve niveau uit in het voordeel van de hele bijenkorf. En dat is een interessante gedachte. Hier begint het een beetje te ruiken naar sociologie. Dan denk je, hey, er is dus een discontinuïteit tussen wat er gebeurt op microniveau en de doorwerking, hoe dat uitpakt op het macroniveau. Dit was nou zo'n stukje waar Adam Smith opveerde en dacht, hey, deze man heeft iets gezien waar ik nog niet eerder aan gedacht had. Als iedereen individueel, heel egoïstisch en met voorbijgaan aan de belangen van anderen zijn eigen belang najaagt, dan kan dat op collectief niveau toch ten gunste uitpakken van de hele collectiviteit. Hij formuleert het als volgt, mooie zinnen. Thus every part was full of vice, elk onderdeel was zondig, yet the whole mass a paradise. This was the statescraft that maintained the whole of which each part complained. Iedereen zei, het is toch zo slecht en er zijn zoveel boeven en schurken en onze dokters zijn oplichters en de advocaten vragen te veel geld en wat leven we toch in een zondige wereld. Maar toch, vice nursed ingenuity, which joined with time and industry had carried life's conveniences, its real pleasures, comforts, ease to such a hate, the very poor lived better than the rich before. De rijken van 100 jaar geleden waren armer dan de armen van vandaag. Je zou kunnen denken, dat zinnetje heb ik ergens ook in de Adam Smith tekst zien staan. Maar dan gaat het over een rijke koning in Afrika en een arme man in Engeland. Maar die vergelijking, mensen die rijk zijn elders zijn armer dan mensen die arm zijn bij ons. Mensen die rijk waren vroeger zijn armer dan mensen die nu arm zijn, die redenering, die vind je bij allebei de auteurs. En dan eindigt dit fragmentje uit het 13 pagina stellende gedicht met and nothing could be added more. Het gedicht is heel mooi vertaald door de Nederlandse dichter Jan Engelman en die heeft er dit van gemaakt. En ik vind, als je daar goed naar kijkt, naar die twee, dit zijn twee powerpoints, hè, die kunnen jullie even naast elkaar leggen en dan is het zo leuk. Hoe vertaal je thus, en je moet het nog wel een beetje rijmend vertalen ook. Thus every part was full of vice, yet the whole mass a paradise. En Jan Engelman schrijft, verdorven was elk onderdeel en toch een paradijs het geheel. Dat is leuk, daar heeft hij echt op zitten puzzelen voordat hij dat zo ver kreeg. Nou, de rest is ook, ik vind het echt prachtig. Bijvoorbeeld het slotzinnetje, die drie woorden aan het einde vind ik ook zo leuk. Dan zegt hij, het was af. En dat is een vertaling van de onderste zin, and nothing could be added more. Dat is heel leuk gevonden. Het is ontzettend leuk om te kijken hoe die vertaler zijn best heeft gedaan om de geest te bewaren en toch ritme en rijm aan te houden. Dat is niet mis hoor, als je dat kan. Dit is de sociologische redenering. Elk onderdeel is zondig, het geheel gaat het voor de wind.
En dan ontstaat er een probleem. Nu wordt de fabel weer een beetje conventioneler. Rupsje nooit genoeg. Dwergje pigel mee. De bijen zijn niet tevreden. Ze mopperen. De grumbling hive, de mopperende bijenkorf. En waarom mopperen ze? Nou, die bijen die zeggen, ja, het is wel leuk dat het allemaal goed met ons gaat, maar er is zoveel zondigheid en er is zoveel slechtigheid en iedereen is zo gemeen tegen elkaar. Kan daar nou niet eens wat aan gedaan worden? En dan vertelt Mandeville dat de goden op de Olympus, hij heeft het niet over de christelijke god, want daar kan hij ook weer gedoe mee krijgen, dus hij heeft het over de goden op de Olympus. Daar kan je grappen over maken, dat neemt niemand in Engeland je kwalijk, daarvoor kom je niet in de gevangenis. Die zeggen tegen elkaar, nou ja, we hebben ze alles gegeven, we hebben ze alles geschonken wat ze konden krijgen en wat doen ze? Mopperen. Ja, ik moet zeggen, als ik dat gedicht lees, denk ik ook heel erg aan onze tijd hoor. Het gaat ons voor de wind en we hebben welvaart en rijkdom. En iedereen zegt van, nou, zo slecht als het in Nederland is gegaan nu. Het is echt verschrikkelijk. De mopperkorf, de bijenkorf, iedereen kwaad. En dan zeggen de goden, oké, maar nou gaan we ze straffen en dat doen we. Slimme goden op de Olympus, dat doen we door ze precies datgene te geven waarvan ze beweren dat ze er zo naar verlangen. Iedereen eerlijk. En in één klap wordt de hele bijenkorf eerlijk. En dan geeft hij een hele komische beschrijving van hoe dat dan allemaal gaat. Ja, als iedereen eerlijk is, dan de artsen die schaffen zichzelf af, want die zeggen, ja, laten we eerlijk zijn, we kunnen eigenlijk niks. En die advocaten die zijn meteen out of their job, want er zijn geen criminelen meer om te verdedigen. En de gevangenissen worden afgebroken en de cipiers gaan naar huis en de politie wordt afgeschaft en het hele ministerie van Justitie bestaat niet meer. En de bakkers zeggen, ja, eigenlijk vroegen wij wat te veel geld voor ons brood. Het kan wel een beetje minder. En een andere bakker zegt, nou, het kan eigenlijk nog veel minder. En de hele bakkersstand stort in elkaar en daarna de slagers ook. En kunstenaars hebben geen werk meer. Want ja, waarom zou je nou een duur schilderij in je muur hangen om de buren de ogen uit te steken? Laten we eenvoudig en simpel leven. En zo stapje voor stapje stort dat hele mooie stelsel in elkaar. De bijenkorf verarmt. De andere bijen stammen nemen de macht in het bos over. En het eindigt ermee dat twee wandelaars door het bos lopen. En de een zegt tegen de ander, zie je die bijenkorf daar? Ooit was dat het machtigste volk uit deze streek. En ze zijn verworden tot een stelletje arme sloebers. Zo zou het Engeland vergaan als we ineens allemaal van de ene dag op de andere dag eerlijk als goud zouden worden. Dat is de strekking van het gedicht. Hij zet er een moraal onder, hè? En de moraal van dit verhaal, private vices, public benefits. Vier woorden om de moraal samen te vatten. Private vices, public benefits. Particuliere zonde, algemeen profijt, algemeen voordeel. Je had niet harder kunnen schoppen tegen het moralisme van de dominees, de predikanten, de moraalridders, de politici die voortdurend maar in het parlement zeggen of in de krant schrijven, mensen, leef toch vooral eerlijker, word oprechter, probeer je medemens niet lelijke streken te leveren, dan wordt dit ook een mooiere samenleving. Elke dominee die zijn kerkgangers oproept om een leven in eerlijkheid te leiden, die wordt eigenlijk uitgelachen door Mandeville. Mandeville zegt, hoe meer oneerlijkheid, hoe beter het gaat met de samenleving als geheel. Het is op microniveau vervelend, maar op macroniveau pakt het goed uit. En dus werd Mandeville de incarnatie van een verdediger van de zonde. Mandeville had het aangedurfd een gedicht te schrijven waarin hij vice, zondigheid, slechtheid, gemeenheid, valsheid, oplichterij verheerlijkte. Hij zei, het is wel vervelend voor de mensen, maar voor de samenleving als geheel pakt het positief uit. Nou, daar was iedereen verschrikkelijk boos over en hij werd werkelijk overstelpt met keiharde, loodzware kritiek. Hoe had iemand er in zijn hoofd gehaald om zo'n schandalig vers in de publiciteit te brengen? En na verloop van tijd begon Mandeville het zo vervelend te vinden dat hij een dik boek schreef. Het is een beetje komisch, een 200 pagina's tellend boek waarin hij dat gedicht van 13 pagina's ging uitleggen. Maar hij deed veel meer dan zijn gedicht uitleggen. Hij begon een heel verhaal te houden over de rol die charitatieve instellingen spelen in de samenleving, over het vrije marktmechanisme. Hij ging in dat boek ineens, al snel kwam hij een beetje los van zijn gedicht en ontwikkelde hij een soort algemene maatschappijtheorie. En dat is dit boek,
The Fable of the Bees, or Private Vices, Public Benefits, with an essay on charity and charity schools, en het staat er cursief, en het lijkt toch wel een beetje op ons mooie vak, A Search into the Nature of Society. Je ziet hier, dit is niet de eerste editie, daar staat Third Edition, de eerste editie was van 1714, en als je een beetje Romeinse cijfers kan lezen, dan staat daar geloof ik, even kijken, 1724, staat daar, 1724. En in 1724 verschijnt er dus een boek op de Engelse markt, met als ondertitel A Search into the Nature of Society. En daarmee vind ik dat we toch wel mogen zeggen dat deze in Nederland geboren en getogen auteur zo'n beetje het eerste sociologisch-achtige boek heeft geschreven. Een heel interessant boek waarin hij zegt, ik heb nooit met dat gedicht willen zeggen, laat iedereen maar heel erg zondig worden en gemeen, dat is in het voordeel van ons allemaal. Maar wat ik er toch wel mee heb geprobeerd tot uitdrukking te brengen, is dat die dingen waarvan we beweren dat we ons er het meeste voor schamen, belangrijk zijn voor een goed functionerende samenleving. Hier zie je een paar verschillende edities van het boek. De eerste uit 1714 en dan een paar latere edities. De meest rechtse, dat is een kleine weergave van het plaatje wat je net zag, dit plaatje. En in het voorwoord schrijft hij, ik zal eens kijken of ik het kan lezen. Kunnen jullie dit een beetje lezen? Nou, misschien wel. Even kijken hoor. So they that examine into the nature of man may observe that what renders him a social animal consists not in his desire of company, good nature, pity, and other graces of a fair outside, but that his vilest and most hateful qualities are the, what's that there, the most necessary accomplishments to fit him for the largest and according to the world the happiest and most flourishing societies. Kunnen jullie het meelezen? Dat staat daar zo'n beetje. Wat mensen geschikt maakt om met elkaar samen te leven, dat zijn niet al die mooie dingen van de buitenkant, maar dat zijn eigenlijk zijn slechtste, zijn gemeenste eigenschappen. En dat is een vreemde gedachte. Er is een discontinuïteit tussen het morele karakter van mensen op microniveau, op het individuele niveau, de interacties tussen 2 of 3 of 10 mensen, en hoe dat dan allemaal uitpakt op het macroniveau, op het niveau van de collectiviteit. Dat wat wij allemaal beschouwen als, en hij formuleert het heel listig, wat wij beweren te beschouwen als gemeen en slecht, dat zou nog wel eens heel positief kunnen zijn als je de samenleving als geheel bestudeert. En alleen al die gedachte van we moeten proberen de samenleving als geheel te gaan bekijken, dat is een vroeg sociologische oproep. Dit is eigenlijk genoeg over Smith. Ik maak de sprong nu Mandeville. Ik maak de sprong naar Smith, want wat Smith zegt gaat minder ver. Adam Smith zegt niet, als de mensen nou maar heel erg gemeen zijn, dan pakt dat goed uit op collectief niveau. Smith zegt iets wat minder ver gaat, wat eigenlijk wel ongeveer dezelfde redenering vooronderstelt en wat veel beter verdedigbaar is. Namelijk, als iedereen zijn welbegrepen eigenbelang najaagt, als iedereen egocentrisch is, als iedereen denkt, als ik zo en zo handel, dan is dat goed voor mij en misschien voor een klein groepje rondom mij, mijn vrouw en mijn kinderen, een kleine familieunit. Die probeer ik te bevoordelen ten koste van anderen, maar niet per se op een gemene manier, door op te lichten of vals te spelen. Maar gewoon wel door te kijken, waar kan ik de goedkoopste producten krijgen? Hoe kan ik op de markt datgene wat ik wil afzetten, hoe kan ik er de beste prijs voor krijgen? Als iedereen consequent en rationeel en zijn welbegrepen eigen belang najaagt, dan leidt dat niet per se tot een samenleving van vechtende concurrenten. Dan ontstaan er allerlei mechanieken, de marktmechanismen, die ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. En dan is het alsof een invisible hand, een onzichtbare hand, ons allen stuurt in de richting van de grootste voorspoed. Dus Smith zegt niet, slechtheid is goed,
Maar hij zegt wel dat iedereen zijn eigen belang najaagt en probeert te handelen in het belang van zijn eigen kleine groepje en daarbij ook wel zijn best doet soms om de concurrent te slim af te zijn, te listig af te zijn. Dat is niet iets waar je je voor moet schamen, dat is juist goed. Dat werkt op de markt in het voordeel van iedereen. En die centrale gedachte van Adam Smith, die ik direct meer ga uitwerken, die ontleende hij eigenlijk aan Mandeville. Hij verzacht Mandeville een beetje, hij heeft het niet meer over vice, hij heeft het over self-interest, over eigenbelang. Maar de redenering lijkt er wel heel erg op. En hij maakt er geen geheim van dat hij deze gedachte in oorsprong heeft ontleend aan Mandeville. Zoals hij ook aan Mandeville het begrip division of labor ontleent. Mandeville die schrijft ergens in The Fable of the Bees. Die prachtige klokken die we tegenwoordig hebben. Die schitterende horloges die iedereen tegenwoordig om zijn arm draagt. Die zouden niet mogelijk zijn als we niet een heel vergaande vorm van division of labor hadden. Zo'n horloge, daar zitten onderdeeltjes in en die worden door mensen gemaakt die helemaal gespecialiseerd zijn in dat ene stukje van het vak. De ene is heel erg gespecialiseerd in dat ankertje maken en de ander is juist heel erg gespecialiseerd in die kleine radertjes. En doordat die taken zo netjes over de verschillende mensen verdeeld zijn en de producten van die verschillende mensen als het ware bij elkaar worden gevoegd, geïntegreerd in die horlogekast, daarom zijn die klokjes van ons tegenwoordig zo mooi. Mandeville zegt, wij danken al die mooie producten die de markt nu overstromen aan de division of labor. Smith neemt dat over, die heeft het meteen in de eerste zin van The Wealth of Nations, wat jullie nou hebben gelezen, meteen in de eerste zin heeft hij het al over de division of labor. Maar hij neemt dan ook weer net een iets andere afslag dan Mandeville. Hij zegt niet zozeer, en dat leidt tot al die fantastisch mooie producten waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden. Hij zegt, het grootste gevolg van de division of labor is een spectaculaire groei van de arbeidsproductiviteit. Een paar mensen produceren veel meer producten in een dag of in een uur dan 100 jaar geleden, omdat ze hun arbeidshandelingen op een hele slimme manier onderling hebben verdeeld, zoals je dat zo goed kan zien in een speldenfabriek. En daar ga ik het later nog uitgebreider over hebben. Maar eerst nog iets ter introductie van Smith. Smith is misschien wel het allerberoemdst geworden vanwege dit citaat. En daar wil ik maar meteen mee beginnen. En het is zo'n beroemd citaat dat ik dacht, ik doe het maar in het rood. Het is niet op basis van de welwillendheid van de bakker of de brouwer of de slager dat we ons eten verwachten. Nee, we verwachten ons eten op basis van hun inzicht in hun eigen belang. En als wij een beroep doen op die lui, op de bakker en de slager en de brouwer, omdat we eten nodig hebben, dan doen we niet een beroep op hun humaanheid, hun menselijkheid, hun menslievendheid. Nee, we doen een beroep op hun eigen liefde. We hebben het nooit over tegenover de bakker en de slager en de brouwer over onze behoeftigheid. We hebben het over hun belang. Als je, het allitereert lekker, de butcher en de brewer en de baker, maar het zijn natuurlijk die drie woorden. Dat is het eten en drinken. Dat is, ja, je kan denken de brewer, hoezo, bier, maar er kwam geen stromend water uit de kraan in de tijd van Adam Smith. Althans, het water wat uit de kraan kwam, als er al, nee, er was helemaal geen kraan. Je moest gewoon ontzettend uitkijken met water uit de put. En je kon maar beter bier van de brouwer halen. Dan wist je, daar zat tenminste een beetje alcohol in en dat kon niet al te zeer vervuild zijn. Dus de brewer, de baker en de butcher, de baker en de brewer, die zorgen voor je eten en drinken. En wil je aan eten en drinken komen, dan moet je die producenten ervan overtuigen dat het in hun belang is om het aan jou te leveren. Je moet niet zeggen, ik ben zo zielig, ik wil het van je hebben. Je moet zeggen, jij wordt er beter van. Want jij kan het aan mij verkopen en dan geef ik geld en dan kan je weer wat anders van kopen enzovoort. We doen een beroep op hun, wat staat er, self-love. Hun eigen liefde, hun egocentrisch behartigen van hun eigen persoonlijke belangen. En dat maakt dat de samenleving goed functioneert. Als iedereen een beroep doet op ieder anders gevoel van eigen belang, dan draait de samenleving veel beter dan wanneer mensen een beroep doen op bijvoorbeeld caritatieve gevoelens. Zeggen, wij zijn zo zielig en we kunnen niet rondkomen, alsjeblieft een brood, anders ga ik dood en ik kan mijn kleine kindertjes niet voeden.
Dat is geen goede basis om je levensonderhoud te verzekeren. Maar wel een samenleving waarin je een beroep doet op elks eigen belang. Dat is de wending, de versie die Smith maakt van het baanbrekende inzicht van Bernard de Mandeville. Nou, nog even gauw voor je pauze. Ja, nou ja, dit jaag ik er als gek doorheen. Ik wil niet zoveel vertellen over de man Adam Smith. Hele interessante man, kan je uren over praten. Over dat zijn vader doodging toen hij geboren werd. En dat hij zijn leven lang met zijn moeder heeft geleefd. En dat zijn moeder 90 jaar is geworden. En dat hij nooit getrouwd is. Hij is 6 jaar na zijn moeder overleden. Dus Adam Smith woonde altijd bleef altijd bij mama wonen. Een wereldvreemde, wonderlijk verstrooide professor. Maar aan de andere kant een wereldberoemd geleerde. Iemand die geciteerd werd door Voltaire, die gelezen werd in de Verenigde Staten. Die ook behoorlijk rijk werd tegen het eind van zijn leven. Omdat er veel adviezen aan hem werden gevraagd door de Engelse overheid. Hij moest vaak even naar Londen om weer wat adviezen te geven aan de minister van Financiën. Dus aan de ene kant een wat wonderlijke wereldvreemde man. Maar aan de andere kant toch een van de eerste intellectuelen waarvan je kan zeggen dat hij werkelijk wereldfaam bezat. Dat hij... En in Italië, en in Frankrijk, en in de Verenigde Staten, dat er over zijn werk gepraat werd. Zijn oeuvre is niet zo verschrikkelijk groot, omdat hij aan het eind van zijn leven, toen hij stierf, een heleboel in de in het kacheltje heeft gegooid. Hij wilde ongecorrigeerde manuscripten niet aan het nageslacht prijsgeven. Er zijn wel wat brieven en collegeaantekeningen van hem overgebleven, maar het voornaamste zijn 2 boeken. The Theory of Moral Sentiments uit 1759 en dan het boek waar we het allemaal nog steeds over hebben, wat toch een beetje geldt als het basisboek van de liberale ideologie, liberale denkers, liberale politici, die lopen echt weg met dat boek, An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations, kortom, The Wealth of Nations, dat boek waarvan jullie de eerste paar hoofdstukken nu hebben gelezen. Over die 2 boeken, heel kort over The Theory of Moral Sentiments en veel uitgebreider over The Wealth of Nations, ga ik het hebben na de pauze. Nou, dit is hoe Adam Smith eruit zag, maar dat wisten jullie al, want dit plaatje is ook gebruikt voor het bankbiljet. Dit is hoe The Wealth of Nations eruit ziet, 2 kloeke delen. Dit zijn 2 boeken over Adam Smith. Dat eerste is een bundeling van een aantal belangrijke artikelen. Dat zijn sowieso prachtige boeken hoor. De Companion to. Je hebt de Companion to Kant en de Companion to Tocqueville en de Companion to Schopenhauer bij Cambridge University Press. En zo heb je ook een boek met mooie artikelen gewijd aan Smith. En die James Buchan, die Authentic Adam Smith... Die probeert hem ook een beetje weg te halen van dat idee dat hij zo'n keiharde liberaal was. Die alleen maar zei laissez-faire, de overheid moet zich nergens mee bemoeien. Die zegt dat is toch een beetje een vertekening van wat hij werkelijk heeft geschreven. Ook een interessant boek, maar daar ga ik allemaal niet het over hebben. Ik wil het over laat ik toch even nog met iets anders beginnen. Ik ga het hebben over 2 boeken, Theory of Moral Sentiments, Wealth of Nations. En dit is dus Theory of Moral Sentiments, maar toch nog even... over wat jullie allemaal weten van Adam Smith. En dat is inderdaad dat liberale idee dat als iedereen nou zijn eigen belang najaagt, er marktmechanismen in werking treden die ervoor zorgen dat alles op collectief niveau goed verloopt. Dat is een gedachte die hebben we al gezien bij Mandeville en die heb ik ook al een beetje genoemd bij Adam Smith, bij The Invisible Hand. Maar hoe gaat het dan precies? Hoe komt dat dan? En daar heeft hij natuurlijk die beroemde theorieën over geschreven, over al die marktmechanismen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat de prijs die ontstaat redelijk en billijk is, niet omdat marktkooplieden of verkopers denken, wat zou nou een eerlijke prijs zijn om aan de consumenten te vragen, maar omdat de marktmechanismen dat zelf reguleren. Als een producent de prijs te hoog laat oplopen, dan heeft hij te maken met koopuitval. Dan kopen de mensen zijn producten niet meer. Dus dan denkt hij, jeetje, ik heb mijzelf de markt uitgeprijsd. En dan gaat hij het weer wat goedkoper maken tot hij een niveau bereikt waarbij de koopkrachtige vraag weer toeneemt. En als degene die spullen op de markt brengt, denkt van, ik ga mijn concurrenten eens even eruit concurreren en hij laat zijn prijzen zakken... Dan kan hij op een gegeven moment ineens met grote schrik constateren, ik heb helemaal geen winstmarge meer over. Wat ik nou heb gedaan is verschrikkelijk. Ik moet op mijn eigen
producten gaan toeleggen om mijn bedrijf in stand te houden. Dus je hebt allerlei grenzen waar je rekening mee moet houden wanneer je je producten op de markt brengt. Je kan niet te laag gaan zitten, je kan niet te hoog gaan zitten. En omdat al die marktpartijen hetzelfde doen, houden ze elkaar in een soort greep, in een soort klem. En daaruit ontstaat het prijsniveau. Dat mechanisme, dat marktmechanisme, hoe ontstaat het prijsniveau, hoe ontstaat het loonniveau, hoe komt het dat producten in de juiste hoeveelheden op de markt verschijnen. Te laat binnenkomen is één ding, maar dan de deur open laten staan, dat is weer wat anders. Hoe komt het dat producten in de juiste hoeveelheden op de markt verschijnen? Nou, dat komt dus niet doordat de koning op een gegeven moment denkt, er wonen zoveel onderdanen in het land, die hebben zoveel maal twee voeten. We gaan de schoenenfabrieken nu de opdracht geven om het komende jaar zoveel schoenen te produceren. Want dan heeft iedereen geschoeide voeten. Nee, dat komt doordat mensen denken, ik begin een schoenenfabriekje, want dat is een goede markt. Want mensen hebben altijd schoenen aan hun voeten nodig, dus dat verkoopt goed. Zijn er te veel schoenenfabrieken, dan gaan er een paar over de kop, want die raken hun spullen niet kwijt. Zijn er te weinig schoenenfabrieken, dan kan je goud geld verdienen met schoenen. En dan komen er weer mensen die denken, hé, dat is goede business, daar begin ik ook mee. Het aanbod van dat product op de markt reguleert zichzelf. De markt is een zichzelf regulerend apparaat. En die wetten die zich afspelen op het collectieve niveau, op het marktniveau, daar weten we nog te weinig van en daar moeten we inzicht in zien te krijgen. Dit is dus een van de beroemde gedachten van Adam Smith. Die collectieve processen, bijvoorbeeld in de loonvorming, in de kwantiteiten waarmee de producten op de markt komen, in de prijsvorming, de regelmatigheden die daarachter zitten, die zijn toegankelijk voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Maar we weten er nog weinig van. En laten we daar ons eens wat meer in gaan verdiepen in de moral philosophy. Hij zegt dus niet dat is de taak van de economie of van de sociologie. Hij zegt wij, filosofen, wij moral philosophers, moeten ons ook in dat soort vragen gaan interesseren. En als hij dat dan uitwerkt in zijn boek, als hij dat marktmechanisme heel precies beschrijft, dan kan je inderdaad zeggen, nu met terugwerkende kracht, kijk, daar heb je al een typisch sociologische redenering. Kijk, daar heb je al een typisch economische redenering. Dit is de kant van Smith die jullie allemaal een beetje kennen. En wat jullie natuurlijk allemaal wel weten, dat is dat Smith heeft gezegd, en dat is wel heel belangrijk trouwens, ik vergeet het bijna te zeggen, dat Smith heeft gezegd, die markt doet dat zo automatisch en zo goed. Dus er is geen mens bij betrokken. Niemand zegt, zoveel schoenen, zo moet je dat doen. Dat gaat als het ware vanzelf, een zelfregulerend mechanisme. Dat gaat zo mooi. Het kan alleen maar stuk gaan als je probeert daarin te interveneren. En van tijd tot tijd heb je een overheid en die zegt van, ja, dat moet je toch niet aan het toeval overlaten. Laten we eens een beetje sturingsmechanismen invoeren. En dan maken ze het spontane spel van de sociale en economische krachten juist kapot. Dat moeten ze juist niet doen. Ze moeten niet sturen. Ze moeten er met hun fikken afblijven. Laissez-faire, laissez-aller. De samenleving, de markt, reguleert zichzelf wel. De overheid moet daar op kousenvoetjes omheen lopen. En daarin is hij dan toch weer niet helemaal zo'n keiharde liberaal, moet wel condities scheppen, omstandigheden creëren, waaronder dat maatschappelijke vrije krachtenspel goed werkt. En dat is alles. De staat heeft de taak ervoor te zorgen, om het maar heel concreet te maken, heel praktisch, een markt, een echte markt. Nu heb ik het even over echte markt. In het stadje is een markt. En dan komen mensen bij elkaar en heel egocentrisch handelen die met elkaar. En ze kopen en verkopen en daar ontstaan allerlei prijzen voor producten. Daar heeft de staat zich niet mee te bemoeien. Maar wat de staat bijvoorbeeld wel moet doen, dat is ervoor zorgen dat al die handelaren op die markt veilig op die markt kunnen aanlanden met hun producten. En dat ze niet halverwege op de landweg overvallen worden door rovers. En als ze op die markt aankomen, dan moet de overheid ervoor zorgen dat ze ook allemaal een stalletje krijgen. En dat niet de sterkste mannen op de markt een stelletje slappelingen een klap in hun gezicht geven, zodat ze niet mee kunnen doen aan de strijd. Om het allemaal goed en eerlijk te laten verlopen. En ook om de geweldsrelaties goed af te stemmen. Om te zorgen dat mensen niet eigen richting gaan doen. En niet op een illegale manier anderen van de markt afduwen. Daar heb je de staat voor nodig. Is dat eenmaal geregeld,
dan moet de overheid zich daar eigenlijk verder helemaal uit terugtrekken en zeggen, hier is jullie veld, hier is jullie arena, dit is de plek, dit is het gebied waar jullie het nu met elkaar moeten uitvechten in een open concurrentiestrijd. Hier hebben wij als overheid niets mee te maken. En dat, kan je zeggen, is wel een beetje het begin van het liberale denken. Laat de markt zichzelf maar laten reguleren. Maar het is ook het begin van de sociale wetenschap. Want die wetten van de markt, die zichzelf regulerende markt, daar begrijpen we nog niet zoveel van. En je hebt dus universitaire mensen, intellectuelen nodig, die daar studie van gaan maken. Die gaan kijken, hoe zit zo'n mechaniek in elkaar? Hoe werkt het? Hoe functioneert het? Dat is wat Adam Smith eigenlijk in zijn werk aankondigt. Dat moeten we gaan doen. Goed, dan nu die twee boeken. Theory of Moral Sentiments. Daarin zegt hij iets wat eigenlijk nog een beetje ouderwets is. Wat veel ouderwetser is dan wat je vindt bij Mandeville en bij de latere Smith. Namelijk, samenlevingen zijn mogelijk bij de gratie van het feit dat mensen sociale wezens zijn. Op elkaar aangewezen, van elkaar afhankelijk. En mensen hebben ook het vermogen, en daarin zijn ze sterker dan dieren. Misschien moet je zeggen andere dieren. Mensen hebben het vermogen om zich denkbeeldig in hun fantasie in hun medemensen te verplaatsen. Je kunt je voorstellen, hoe zou het nou zijn om die ander te zijn? En dan heeft hij het over sympathy, empathy, fellow feelings. Wij mensen worden geboren als leden van dezelfde groep, maar we herkennen dat ook in elkaar. De ene mens denkt van de andere mens, ik had jou kunnen zijn als dingen anders waren gelopen. En die gedachte, hoe ziet de wereld eruit als ik door jouw ogen zou kijken? Dat fellow feeling, dat maakt een geregelde samenleving mogelijk. En Smith zegt, dat is heel interessant, doet een beetje denken aan George Herbert Mead, daar ga ik het volgende semester over hebben. Dat is niet van nature gegeven, dat moeten mensen nog leren vroeg in hun leven. Er gaat een soort socialisatieproces overheen, waarin mensen moeten leren, ik ben niet alleen op de wereld, er bestaan andere mensen en die hebben hun manier van naar de wereld kijken. Een babytje wat pas geboren is, die heeft nog niet het intellectueel vermogen om de wereld te bezien door de ogen van een ander. Maar als je opgroeit als kind, dan leer je om naar jezelf te kijken door de ogen van je moeder of de ogen van je vader. Hoe ziet de ander mij? En dan wordt de ander, met een hoofdletter A, wordt een soort van instantie waar je al je handelen aan refereert. Je denkt steeds, wat zou de ander ervan vinden? En dat noemt hij, zoals dat hier staat, the inhabitant of our breast. In mijn borst leeft de ander. En bij alles wat ik doe, denk ik steeds, ja, dat is nog wel mooi, maar wat zou de wereld, wat zou de ander, wat zou de samenleving daarvan vinden? Ik moet wel een beetje in de buurt blijven van de algemeen aanvaarde codes, de normen en waarden. En daar, sommige mensen hebben gezegd, daar raakt Adam Smith al een heel klein beetje aan de theorieën van Freud over het superego, het uber-ich, het in ons eigen brein geïnternaliseerde controleinstituut, ontleend aan de codes, de normen en waarden van de samenleving, die ons gedrag stuurt. Die als het ware van binnenuit zegt, dit mag je wel doen, dat mag je niet doen. Dus Theory of Moral Sentiments, natuurlijk echt een titel van een boek van een professor in de morele filosofie. Hij is moraalfilosoof en hij staat voor de collegezaal. En dan zegt hij tegen die studenten, waar komen die morele gevoelens nou eigenlijk vandaan? Wat is hun oorsprong? Kun je empirisch iets zeggen over de genese van de moraliteit in de samenleving? En dan komt hij dus met deze theorie over the inhabitant of our breast. Wij mensen leren vroeg in ons leven om rekening te houden met sociale geboden en verboden. Dat boek is in zijn eigen tijd bezien nog niet zo bijzonder. Het echoot de inzichten van heel veel andere filosofen, vaak verlichtingsfilosofen. Soortgelijke ideeën kom je ook tegen bij de Franse verlichtingsfilosofen. Die kom je ook tegen bij Voltaire. Voltaire trouwens en Adam Smith, die kenden elkaar ook persoonlijk. Die hebben wel eens met elkaar zitten kletsen. Hij is in Parijs geweest, hij heeft Voltaire persoonlijk de hand geschud. En ze lazen elkaars werk en ze correspondeerden met elkaar. Dus hij hoort wel echt bij die groep van verlichtingsdenkers. Je zou kunnen zeggen, de Europese verlichting, hè, verlichters en verleiders, ik moet ze nu nog iets over verlichting zeggen. Die verlichtingsfilosofen, de brandhaarden daarvan, die zitten vooral in Schotland, Edinburgh.
Adam Ferguson, Hutchinson, Adam Smith en in Parijs. Rousseau, Condorcet, Voltaire, de encyclopedie van Diderot. Dat waren twee echte gebieden waar de vernieuwingen in het intellectuele leven plaatsvonden. En tussen Schotland en Parijs waren er heel veel contacten. Die mensen die gingen vaak op de boot en gingen elkaar ook persoonlijk opzoeken. En er was ook veel correspondentie. Wij denken nu van, we hebben nu e-mail, het gaat allemaal zo makkelijk. Nou, ze konden niet skypen in die tijd. Maar goed, als je een briefje opstuurde, dan kwam het toch wel 3 weken later op de plaats van bestemming aan. En zo had Adam Smith en hadden die Parijse filosofen toch ook veel intellectueel contact. En ze stuurden hun boeken aan elkaar op. Dus er was toch wel een soort van internationale gemeenschap van verlichte filosofen. Daar past dit boek helemaal in. En The Wealth of Nations minder. The Wealth of Nations is veel vreemder en spectaculairder. The Wealth of Nations verschijnt in 1776. Het is een raar boek. Het is een heel chaotisch boek. Die twee delen, hij heeft het over echt van alles en nog. Hij heeft het over de haringvangst in Noorwegen. Hij heeft het over oorlogvoering in Arabische landen, wat vandaag de dag trouwens weer een zeer actueel onderwerp is. Maar dat vindt hij een fascinerend onderwerp. Hij heeft het in het jaar 1776 over de troebelen in de Verenigde Staten van Amerika die probeerden om zich los te maken van Engeland. En wat hij daarover schrijft, dat getuigt van een vooruitziende blik. Want hij schreef het in de jaren voorafgaand aan 1776. Maar 1776, het jaar van verschijning van The Wealth of Nations, is ook het jaar waarin de Verenigde Staten van Amerika zich afscheiden van het kolonialistische moederland Engeland en zeggen, we gaan op eigen houtje verder, we willen die Britten niet meer. Dus het is wat dat betreft in twee opzichten een heel bijzonder jaar. The Wealth of Nations verschijnt en Amerika wordt een onafhankelijke nazistaat. Nou, het boek gaat echt over van alles en nog wat. En sommige mensen zeggen, het is ook eigenlijk een beetje een chaotisch opgebouwde tekst. Maar heel interessant, omdat er het is een soort, nou ja, zoals ik het hier heb geschreven, het is een soort panorama. Van zo ziet de wereld eruit in de ogen van iemand die leeft in de tweede helft van de 18e eeuw in Europa. Zo kijkt hij naar de belangrijke elementen in zijn eigen samenleving, maar ook in andere samenlevingen. Dus interessant bronnenboek. Nou, voor liberalen heb ik al gezegd, is het een heel belangrijke oertekst. Want die zeggen, dit is eigenlijk de eerste keer dat iemand heel nadrukkelijk zegt, overheid, stel je bescheiden op. Probeer niet voortdurend in maatschappelijke processen te interveniëren. Laat de economie zijn werk doen. Laat de samenleving zichzelf maar reguleren. Jullie inmenging daarin brengt vaker ongeluk dan geluk. En dat zijn teksten waar liberalen heel gelukkig van worden. De nachtwachter staat. Die term die ken je toch? De nachtwachter staat. De staat moet optreden als een nachtwachter. Die moet ervoor zorgen dat de straten veilig zijn. Dat iedereen over straat kan gaan zonder bang te hoeven zijn dat hij bedreigd wordt of zo. De overheid moet de condities scheppen en daarna niks. De overheid moet zich verder niet bemoeien met hoe de mensen hun geluk nastreven. Niet alleen moet de overheid niet interveniëren in de markt, maar ze moeten bijvoorbeeld ook niet interveniëren in de wetenschap. Laat dat maar over aan de universiteiten. Ze moeten ook niet interveniëren in de kunsten. Laat dat maar over aan de kunstenaars. Een zich tot zijn kerntaken beperkende overheid. Daar is Smith voor en wat dat betreft hebben liberalen gelijk als ze zeggen dit is een van de eerste keren in de West-Europese geschiedenis dat een intellectueel dat zo haarscherp onder woorden brengt. Dus die vinden die tekst om die reden mooi. Maar wij in de sociale wetenschappen vinden het een belangrijk boek omdat het toch het begin is van de moderne economie, politicologie, sociologie, demografie. En wat is er nou sociologisch interessant aan? The Wealth of Nations. Adam Smith vraagt zich in dit boek af, hij begint eigenlijk met de constatering, Engeland wordt rijker en rijker. En we weten niet goed hoe het komt, maar we zien het gewoon, om ons heen, we zien het gebeuren. Ik zei het voor de pauze al, hij zegt van de straten worden breder. Ineens in Londen prachtige avenues, schitterende nieuwe kerkgebouwen, grote bankgebouwen, prachtige de opera, de schitterend theater. Het geld stroomt, het geld rolt. Maar waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Hoe komt het dat wij rijker zijn geworden? En daar zijn allerlei theorieën over. En die circuleren in de universiteit en in de wereld van de mensen die met elkaar erover discussiëren. In de cafés, in het parlement hebben mensen allerlei meningen over.
En die theorieën die daarover de ronde doen, die bevredigen me helemaal niet. Mensen zeggen, uiteindelijk berust de economie op de boerenstand. Die moeten zorgen voor het eten en drinken. Onze boeren zijn godsvruchtiger geworden. Want onze dominees worden steeds maar beter. De dominees in de kerken die weten steeds beter het woord van God over te dragen op de gemeenschap. En die mensen raken overtuigd en die denken, ja, dat is waar, je moet hard werken in het zweet ons aanschijns. Het staat ook in Genesis. Nou, dan gaan we maar eens harder werken. Dus de dominees zijn succesvol en de boeren werken steeds harder. En een Smith gelooft er helemaal niks van. Dat is geen verklaring die hout snijdt. We halen veel meer geld uit onze koloniën. Dat is een veel interessantere gedachte. Dat is namelijk wel waar. Het goud stroomt binnen en het zilver ook. Maar Adam Smith zegt, het is zo weinig, als je dat een beetje afstandelijk bekijkt en een beetje met de cijfers. Hij kon goed met cijfers omgaan, hij kon goed rekenen. Hij zegt, dat verklaart niet die enorme groei in welvaart die we al 100 jaar uit de cijfers kunnen destilleren. Een hele interessante interpretatie. Ik geef niet zo'n college, andere mensen die geven dan college en die gaan dan in interactie met dus ik ben helemaal niet interactief, hè. Totaal niet. Ik sta hier te lullen en jullie luisteren maar. Soms steekt iemand bevend een vingertje op en dan zeg ik ja. Dan denk ik, oké. Maar dan geef ik wel heel netjes antwoord hoor. Je mag het proberen en ik vind het wel leuk als er vragen gesteld worden. Maar meestal heb ik zo'n flow dat iedereen denkt, laat die man nou maar zijn werk doen. Laat ik hem nou maar niet onderbreken met vragen te stellen. Maar je hebt ook andere docenten en die doen het heel anders. Die zeggen, Engeland werd rijker. Wat denken jullie? Waar zou dat nou door gekomen zijn? Ja, en dan laat hij stilte vallen, weet je wel. Ja, vertel eens, wat denk je? En iemand steekt zijn vinger op, die zegt van, nou, de industriële revolutie, dat kwam toch door de stoommachine, was het niet? Die stoommachines en die treinen en die kanalen die werden gegraven. En oh ja, en die spinmachines in Manchester, waardoor ze ineens, en die grote nieuwe textielfabrieken. Al die technologische doorbraken. Ik denk dat een heleboel mensen in deze zaal dat het eerste zouden bedenken. Die grote groei van de welvaart in de tijd van de industrialisering. Dat komt natuurlijk door wat in het boek Samenlevingen in hoofdstuk 2 wordt genoemd. De industriële revolutie. Fossiele energiebronnen worden ineens aangewend. Ineens zijn ze in staat om uit steenkool draaiende wielen te maken. En dat geeft een enorme revolutie. Dan kan je treinen laten rijden. Smith zegt, dat is niet het antwoord. Hij komt met iets anders. Iets wat veel interessanter is. Moeilijker te zien. Intrigerend. Nou, nu vertel ik even een stukje na wat jullie gelezen hebben. Dus als het goed is, denkt iedereen, ha, feest der herkenning. Dit heb ik gisteravond zitten lezen. Adam Smith zegt, stel je begint een speldenfabriek. En stel je neemt een arbeider in dienst, zoals ik. Niet al te handig. Die zal aan het eind van de dag misschien 1 speld kunnen maken. Best ingewikkeld hoor, je moet zo'n staaldraad, moet je allemaal handelingen mee doen en dan moet je zo'n knopje moet je maken en dat moet je allemaal veilen en schroeven en een schroefdraadje maken, daar ben je wel even mee bezig. Dus een onhandig type, zoals Adam Smith zelf beslist was, dat blijkt uit alle verhalen die we van hem kennen, aan het eind van de dag komt hij trots bij de directeur en zegt, kijk eens, ik heb een speld gemaakt. Zegt de directeur, knap jongen, maar morgen moet je het wel zorgen dat je er dan 2 maakt, want hier, dit schiet niet op. En dan zegt hij, nou, een hele goede arbeider die een paar weken daarop oefent, die kan er misschien maximaal 20 maken. In een, laten we zeggen, in een 8-urige werkdag komt hij met 20 spelden. En heb je nou een werkplaats met 10 arbeiders, interactief college, jongens, wat denk je, 10 arbeiders, 20 per dag, hoeveel zou daar uitkomen? Het antwoord van Adam Smith is 48.000. Dat hebben jullie gelezen. 48.000 spelden aan het eind van een dag in een fabriek met 10 mensen die daar werken. Hoe is dat te verklaren? Een krankzinnige explosie van arbeidsproductiviteit. Hè? Van het aantal uren arbeidskracht dat wordt geleverd, dat levert een werkelijk geëxplodeerd aantal producten op, vergeleken met 100 jaar eerder. En dan zegt Adam Smith, dat komt doordat die fabriek tegenwoordig heel anders gestructureerd is dan 50 jaar of 100 jaar geleden. Ik noem nu al het woord eigenlijk, ik zeg fabriek. Vroeger had je een werkplaats, een gilde, daar was een speldensmid. En die had daar een klein bedrijfje en daar stonden al die arbeiders in om die speldjes te maken. Nu is het zakelijk georganiseerd, er is een groot atelier. En de ene staat de hele dag stukjes staaldraad af te knippen op de lengte van een speld. De ander zit de hele dag achter een slijpmachine die
stukjes staaldraad die hem worden toegeschoven aan van puntjes te voorzien. Helemaal ergens anders op de arbeidsvloer zijn een stelletje mensen bezig met die speldenknoppen te produceren en die schroefdraadjes erin te draaien. Het hele proces van het maken van zo'n simpel dingetje als een speld is verdeeld over 18 deelhandelingen. En die 18 deelhandelingen op een slimme manier bijeengevoegd leiden ertoe dat die 10 arbeiders in staat zijn om op één dag niet 10 maal 20 is 200 spelden te produceren, maar 48.000. Dat komt door een hele listige, slimme division of labor. En dat, zegt Adam Smith, is de verklaring voor de waanzinnig snelle groei in welvaart, in rijkdom van westerse landen zoals Engeland, Frankrijk, Nederland. Die economieën die groeien als gevolg van een heel nieuwe division of labor. En dat is een hele interessante gedachte die Adam Smith had ontleend aan een boek wat in Frankrijk was verschenen al wat eerder. De beroemde encyclopedie van Diderot en d'Alembert, waarin de speldenfabriek beschreven wordt. En nu ineens beginnen we erachter te komen, hoewel Adam Smith de retorische wending gebruikt van toen ik in een speldenfabriek kwam, viel me dit op en viel me dat op. En toen ik sprak met een speldenmaker, zei hij dat en dat tegen mij. Dat soort wendingen gebruikt hij. Maar we hebben sterk vermoeden dat deze beroemde professor toch eigenlijk nooit empirisch onderzoek heeft verricht in een speldenfabriek. Maar we weten zeker, die encyclopedie van Diderot en d'Alembert, die stond in zijn boekenkast. En het, kijk, dat je om een spel te maken het arbeidsproces in 18 fasen verdeelt, ja, daar kan je natuurlijk over twisten. Je kan ook zeggen, het gaat in 14 stappen, of je verdeelt het over 20 handelingen. Dat hij dat cijfer 18 gebruikt, dat maakt dat we denken, hij had het allemaal uit die encyclopedie gehaald. Hij had in dat boek van Diderot en d'Alembert, 1751, 1765, het deel L'Épinglier, de Pin Factory, dat had hij gelezen en toen dacht hij, en dat is natuurlijk het genie van Adam Smith, het kwartje viel. Hij dacht, dat is het, dat zit achter die enorme groei van de rijkdom. Ik heb hier in mijn PowerPoint presentatie een paar plaatjes opgenomen uit dat boek. Dit is een pagina waarin heel precies wordt aangegeven met alle instrumenten erbij hoe die speldenfabriek functioneert. Hier zie je dit bovenste stukje op deze dia. Dat zie je dus hier wat uitvergroot. En wat ook opvalt, daar kom ik zo op terug, dat is die personen daar op de voorgrond, die lijken wel erg jong te zijn. Dat lijken bijna wel kinderen te zijn als je daar goed naar kijkt. Nou, dit is een ander. Kijk, dat rare apparaat, dat apparaat daar, wat je daar ziet staan, die soort van bad, een soort ton. Even kijken, kan ik dit nou heel snel? Oh, hier wordt natuurlijk die, later word je hier helemaal gek van wanneer je dit als PowerPoint bekijkt. Als video bekijkt. Kijk, dat is dat ding daar. Zie je? Dat zie je. Ja. Ja, ik weet dat ik sneller door die PowerPoints heen kan dan op deze manier hoor. Snel kost alleen maar tijd. Nou. Even kijken. Wat Adam Smith hier opmerkte was, aan de ene kant verklaart hij de enorme groei van de productiviteit, maar hij merkt ook op dat dit verschijnsel ook sociale consequenties heeft. Hij heeft ze misschien niet allemaal even goed gezien, maar een van de dingen die hij toch opmerkte en waar hij zich wel een beetje het hoofd over brak, dat is wat hier onder de derde bullet staat, namelijk is het eigenlijk voor die mensen in die werkplaatsen wel zo leuk? Is het niet bevredigender om aan het eind van de dag trots te zeggen, kijk eens deze speld, die heb ik helemaal zelf gemaakt, is hij niet mooi en glimt hij niet prachtig, dan om de hele dag achter zo'n slijpmachine te zitten en puntjes aan stukjes staaldraad te slijpen. Hij zegt, en ik citeer hem nu letterlijk, dit soort werk maakt mensen as stupid and as ignorant as it is possible for a human being to become. En dat is niet mis. Hij zegt, het maakt mensen stom. Het maakt mensen afgestomd. En hij heeft daar ook over na zitten denken. Deze grondlegger van het liberalisme heeft toch ook gezegd van, misschien zou de overheid hier wel iets aan kunnen doen. En bijvoorbeeld die mensen die de hele dag monotone arbeid verrichten,
waardoor ze zo afgestomd raken, dan bijvoorbeeld na hun werk in de fabriek, bijvoorbeeld in de avonduren, iets kunnen aanbieden wat hun geest stimuleert. Hij denkt dan aan een soort van volksuniversiteitachtige instelling waar ze dan naartoe kunnen gaan nadat ze hun werk hebben gedaan. En dan krijgen ze iets te horen over, ik weet het niet, over Shakespeare of over Mozart. Tijdgenoot van Smith. Mozart overleed in 1791 en Smith in 1790. Dus ze zouden elkaar de hand gedrukt kunnen hebben. Er is iets Mozart-achtigs aan Smith. Dat opgeruimde van Smith, dat vrolijke, het gaat goed met de wereld. Wat je toch ook bij sommige symfonieën van Mozart hebt. Van rationeel, hè, de verlichting, helderheid, transparantie, duidelijkheid. Waar latere generaties, hè, na Mozart krijgen we Beethoven en dan wordt het allemaal zo gloomy en somber. De wereld van de 19e eeuw is van Conte en zeker van Marx is een veel somberder wereld. De romantische wereld van... Dan zie je de wolken van het onweer zich samenpakken. Bij Smith heerst nog een soort transparante helderheid, die ik altijd in de muziek van Mozart ook hoor. Misschien helpt het sommigen om de jaartallen een beetje te onthouden. In elk geval, door die nieuwe division of labor, daar zitten positieve, vrolijke kanten aan, maar er zitten toch ook sombere kanten aan. En Smith piekert over of je die sombere kanten niet een beetje minder kan maken, bijvoorbeeld door mensen... muzikaal, theatraal, een beetje andere dingen aan te bieden dan alleen maar dat fabriekswerk. En dan denkt hij, deze optimistische, vrolijke schrijver, want eigenlijk ja, straalt er ontzettend vrolijk licht uit die boeken van Smith, dan komt het wel goed. Dit is een randprobleem, dit is heel vervelend, maar dit lossen we op. Hier komen we wel uit. Waarom benadruk ik dat zo? Nou, dat is de vierde bullet hier. Karl Marx dacht daar heel anders over. Marx zegt, dit type arbeid maakt dat mensen vervreemd raken van elkaar, vervreemd raken van het productieproces, van het product, vervreemd raken überhaupt van het verrichten van arbeid en daarmee van datgene wat hen tot mens maakt. Wij mensen zijn arbeidende wezens. We ontplooien onszelf, we komen tot ons volle recht in het arbeidsproces. Iemand die iets maakt... Dat is een homo faber, een makende mens, een creërende, productieve mens. Het is in onze arbeid dat we onze diepste mogelijkheden, onze talenten realiseren. En in de moderne fabriek wordt de arbeid, ons vermogen om ons te verwezenlijken in het arbeidsproces, wordt ons afgepakt. De moderne fabriek zegt, dat is het slijpwiel, hier heb je 1000 kleine staafjes, de hele dag moet je daar puntjes aan slijpen. And that's it. En dan pak je iemand het meest kostbare af wat hij heeft, namelijk de mogelijkheid om zijn diepste zielenkansen te realiseren in werk. En om aan het eind van de dag iets moois te leveren. Kijk eens die prachtige kast, die heb ik in elkaar gezet, dat is mijn werk. Die mogelijkheid ontneem je mensen, dat noemt Marx vervreemding en het vreemdoen. En dat vindt hij een heel groot probleem in de kapitalistische samenleving. Dat zijn van die dingen waar Adam Smith niet over na heeft gedacht. Die dingen die je daar onder aan de pagina ziet staan, de taylorisering of het Fordisme, die lopende bandfabrieken, die, hoe heet die, Charlie Chaplin zo leuk in beeld heeft gebracht in de film Modern Times, hè, waar je iemand de hele dag maar diezelfde beweging ziet maken. En als hij de fabriek uitkomt, dan blijft hij nog steeds maar diezelfde beweging maken. Dat dilemma, dat probleem, het is goed voor de productiviteit, maar het is niet erg fijn voor de mensen die daar moeten werken. Dat is nog niet aanwezig bij Adam Smith. Hij ziet het probleem wel, maar hij zegt, daar komen we uit, daar vinden we wat op. En in de 19e eeuw wordt dit meer en meer uitvergroot tot het grote dilemma van wat Marx dan noemt het moderne kapitalisme. Waarbij Marx nog op iets anders wijst, de tweede bullet hier, en dat is... De machtsrelatie tussen werkgever en werknemer verschuift enorm ten gunste van de werkgever. Wanneer die arbeiders zulk simpel werk gaan doen, dat ze geen eisen meer kunnen stellen. Een hele goede schrijnwerker, iemand die de beste in de stad is in het maken van mooie houten kasten, die kan tegen zijn baas zeggen, je moet me dat en dat betalen. En als je het niet betaalt, dan loop ik naar een andere baas. Want ik beschik over vermogens waar in deze stad eigenlijk geen ander over beschikt. En die baas die heeft hem maar dat hoge salaris te betalen, anders dan doet hij het gewoon niet. Terwijl die jongen die de hele dag een stukje staaldraad van een puntje voorziet, die heeft geen onderhandelingspositie. Dus de machtspositie tussen werkgever en werknemer is ook aan het verschuiven onder invloed van dit nieuwe type division of labor, dit nieuwe type arbeidsdeling. Ook dat is iets waar
Smith terloops even op wijst. Hij is een hele slimme man. Hij ziet meteen eigenlijk op het moment dat hij dit fenomeen onder woorden brengt, analyseert, ziet hij ook alle aspecten die eraan vastzitten. Maar verder werkt hij het niet uit. Het gaat hem er niet zo erg om. Hij laat het lopen. Terwijl dus bij latere schrijvers die verandering van de machtsbalans werkgever-werknemer juist heel belangrijk is. Nee, Adam Smith, ik zei het al, is een enorme optimist. Hij zegt, die productiviteitsstijging die zal zich voortzetten in alle sectoren van de samenleving. Die welvaart die sijpelt ook door in de klassen van de allerarmsten. All the ranks of society will participate in welvaartsstijging. Daar is hij van overtuigd. Of hij zegt het nee, a general opulence will distribute itself in all the ranks of society. Dat is het zinnetje. En dat wordt natuurlijk ook door latere schrijvers ontkend. Alweer, Marx, daar gaan we het over een week of vier over hebben, die zegt het is heel goed mogelijk dat de welvaart van het land als geheel stijgt, maar dat die groep van in de fabriek werkzame arbeiders daar niets in meedelen. Dat die daar niet van mee profiteren. Dat tegelijkertijd die arbeiders verpauperen, verarmen, terwijl de samenleving als geheel inderdaad in rijkdom toeneemt. Die gedachte is bij Adam Smith niet opgekomen. Dat de samenleving als geheel rijker kan worden, maar dat één bepaalde groep van die rijkdomgroei als het ware buitengesloten kan worden. Dat is een element wat je niet bij hem aantreft. Zoals je natuurlijk ook helemaal niet bij hem aantreft de gedachte dat groei van de welvaart en groei van de rijkdom op den duur misschien ook wel gevaarlijk kan worden. Als wij zo enorm effectief worden in het plunderen, in het uitbuiten van de natuur om ons heen, dat we die helemaal naar onze hand kunnen zetten, dan zouden er op een gegeven moment ook ecologische problemen kunnen ontstaan. Nou, dat is nou een typisch 20e eeuwse zorg, 21e eeuwse zorg, waar Adam Smith nooit een gedachte aan heeft gewijd. Dat kon hij ook helemaal. Hij heeft nooit gezegd van al dat gebruik van die steenkool, dat is wel heel gevaarlijk vanwege de CO2-uitstoot. Dat soort de grenzen aan de groei, dat die enorme groei in rijkdom op een gegeven moment aan een plafond gaat raken, dat is iets waar wij vandaag de dag heel erg vertrouwd mee zijn. Iedereen piekert erover en vraagt zich af wat zijn de consequenties over 50 jaar of over 100 jaar. Dat is iets wat ontbreekt bij Adam Smith. En trouwens ook bij Marx. Grenzen aan de groei is iets waarvan de urgentie pas duidelijk is geworden zo'n jaar of 50 geleden in de jaren 70, Club van Rome. Dat zul je helemaal niet aantreffen bij Adam Smith. Wat ik heel interessant vind in het tweede hoofdstuk van wat jullie hebben gelezen, dat is de verklaring die Adam Smith geeft van sociale ongelijkheid. Hij zegt in die passage, traditioneel werd altijd gedacht, mensen verschillen van elkaar. De ene is goed in dit en de ander is goed in dat. De ene is heel sterk en die kan mooi de tassen dragen voor de professor. En de ander is heel slim en die wordt dan professor aan de universiteit. En hij schrijft ergens, de kruier, hè, de man die de tassen draagt, die voor Adam Smith uitliep wanneer hij uit de diligence stapte, en de chique professor aan de universiteit, die verschillen heel sterk van elkaar, maar dat is niet zozeer de oorzaak van de arbeidsdeling, zoals vaak werd gedacht. Het is veeleer het gevolg van de arbeidsdeling. We leven in een arbeidsdelige samenleving, waarin het gebruikelijk is, sommige mensen doen dit, andere mensen doen dat. En die arbeidsdeling maakt dat degene die heel lang een bepaalde taak moeten verrichten, dat die dan ook eigenlijk zich intellectueel en lichamelijk naar die taak gaan ontwikkelen. De verschillen tussen mensen zijn niet zozeer de oorzaak van de arbeidsdeling, ze zijn het product van de arbeidsdeling. Hij schrijft in die tekst, als je twee baby's naast elkaar in een wiegje ziet liggen en de ene wordt later de beroemde professor Smith en de andere wordt later degene die de tassen draagt voor professor Smith, dan zou je geen verschil zien. En dat is eigenlijk een beetje een uitspraak over nature en nurture. Hij zegt, biologisch verschillen die baby's niet zo erg veel van elkaar. Wat toch wel heel chic is voor deze beroemde professor, om te zeggen, eigenlijk qua aanleg verschil ik niet heel erg van die man die mijn tassen moet dragen. Maar door de arbeidsdeling, doordat de ene een carrière volgt aan de universiteit en doordat de ander weinig andere mogelijkheden heeft dan in eenvoudige handwerkberoepen zich te bekwamen en daarin te excelleren, zie je dat ze in de loop van de tijd steeds meer van elkaar gaan verschillen. En ook dat is een hele sociologische en vernieuwende
interpretatie van sociale ongelijkheid. Hoe ontstaan de verschillen tussen mensen? Die zijn ook weer het gevolg van die arbeidsdeling. Nou, nu moet ik het college afsluiten. Daartoe moet ik helaas een leuke en belangrijke PowerPoint overslaan. Maar Josip, de propensity to truck, barter and exchange, daar kunnen jullie nog mooi het een en ander aan doen in de werkgroep. Dat laat ik dus even zitten, dat stukje. Ik wil het college namelijk afsluiten met nog een soort kennissociologisch antwoord te geven op de vraag: hoe kwam het nou dat die Adam Smith dit ineens allemaal zo goed zag? Nou, een aantal antwoorden die staan hier op het bord. Het was een hele knappe meneer. Dat nature, nurture, allemaal goed en wel. Maar je moet wel de brains van Adam Smith hebben. En er zijn weinig mensen in de 18e eeuw die dit intellectuele niveau halen. Het was gewoon een ontzettend slimme meneer. Een ander ding is, hij had het geluk dat hij geboren werd in Schotland. En er waren maar een paar stukjes op de wereld waar je in die tijd, zonder last te hebben van censuur of overheidsinmenging, kon schrijven waar je zin in had. Dat gold voor Edinburgh, dat gold voor Glasgow, het gold niet voor Parijs, het gold wel voor Amsterdam. Er waren een paar stukjes in Europa waar de vrijheid van meningsuiting was toegestaan. Anders dan in de tijd van Mandeville in Londen, aan het begin van de 18e eeuw, Adam Smith kon schrijven wat hij wou. Hij leefde in een heel vrije intellectuele omgeving. En de arbeidsdeling stelde Smith in staat om door die enorme productiviteitsstijging, als het ware, het surplus op te eten. Adam Smith, die leefde natuurlijk, die werd betaald door de universiteit, die hoefde niet naar de fabriek, die hoefde niet te denken om zijn eten en drinken. Die kreeg als het ware, die werd als het ware vrijgesteld van productieve arbeid, zoals een hele nieuwe groep van intellectuele denkers, om te reflecteren op die moderne samenleving. Dus je zou ook kunnen zeggen, de nieuwe division of labor maakte het mogelijk voor een kleine groep mensen, intellectuelen, om als het ware een stapje achteruit te doen en het productieproces nu eens te gaan bekijken, niet als deelnemers daaraan, Adam Smith heeft nooit gewerkt in een pin factory, maar als observeerders daarvan. Op dat moment wordt een zekere distantie mogelijk tot het productieproces en kun je daar theorieën over gaan ontwikkelen. Maar dat is niet het voornaamste. Het voornaamste staat op mijn laatste dia. En dat is dat, en dan heb, ik sla maar even het eerste over. Natuurlijk, je moet wel speldenfabrieken hebben om over speldenfabrieken te kunnen schrijven. Maar wat het meest interessante is dat bij Adam Smith twee kennisbestanden in elkaar over beginnen te vloeien. Een kennisbestand dat gaat over de hele eenvoudige beroepen. Het is namelijk, kijk, ja, dan ben ik alweer over tijd, hè? Vervelend nou. Het is eigenlijk heel raar. Een beroemde professor in de moral philosophy. Wat kan je chiquer zijn? In Glasgow sta je voor de colleges aan en doe je moral philosophy. Dan ben je een deftige meneer. En die gaat vertellen over hoe arbeiders werken in een speldenfabriek. Daar had Descartes het niet over. Daar had David Hume het niet over. Daar had de grote Immanuel Kant het niet over. De filosofie professor Smith behandelt het lage, waardige, het weinig in aanzien staande beroep van speldenmaker. En hij gaat zijn studenten vertellen hoe speldenmakers in een fabriek werken. En daar gebeurt iets heel interessants. Kennis die voorheen niet aan de orde kwam in de collegezaal, omdat die kennis hoorde bij de lage beroepen, de crafts, de eenvoudige ambachtslieden, en filosofische kennis, diepzinnige betogen over morality en over fellow feelings en over empathy en sympathy, die worden door Adam Smith hier bij elkaar gebracht. Hij combineert diepe filosofische denkbeelden met hele praktische, empirische observaties over het economisch leven van alle dag. Je zou ook kunnen zeggen, bij Adam Smith zien we voor het eerst het samengaan van theoretische speculatie, abstracte theoretische overwegingen enerzijds, en anderzijds empirische kennis, empirisch onderzoek. Hij is dan nog wel niet in een speldenfabriek onderzoek gaan doen, maar hij heeft wel geprofiteerd van die encyclopedie, van die Fransen, die wel onderzoekers het veld in hadden gestuurd. Want die plaatjes van die speldenfabriek die je net liet zien, die gravures, die zijn natuurlijk getekend door mensen die wel in een speldenfabriek hebben rondgekeken. Dus hij maakt dan gebruik van secundair materiaal, maar toch, hij is geïnteresseerd in empirische vragen. Hoe gaat dat nou precies in die speldenfabriek in zijn werk? En dan gaat hij dus een abstracte theorie over de groei van rijkdom, een algemene economische theorie, combineren met
hele concrete, alledaagse, lage status bezittende empirische feiten. En als die twee kennisbestanden in elkaar schuiven, als het bestand aan abstracte, theoretische denkbeelden en aan de andere kant het bestand aan empirische observaties, als die twee in elkaar schuiven en een eenheid beginnen te vormen, en dat zie je in het werk van Adam Smith, dan kan je zeggen, daar begint de moderne empirische wetenschap. Dan transformeert filosofie in moderne sociale wetenschap, empirisch gefundeerd. En daar moet ik het bij laten. Tot maandag.